is geen echte Vermeer. Nee, dit zijn kopieën, ja. Gemaakt door mijn opa. Hij leefde van 1886 tot 1974. Zat hier als jonge jongen op de kunstacademie. Ja. En daar leerde je kopiëren. Ja, dat was echt onderdeel van het vak. Hè? Ja, stelen van de oude meesters, ja. om zelf goed te kunnen schilderen. En zo ging je in 1913 voor het eerst naar het Rijksmuseum. En daar gewoon als student te kopiëren. Daar heeft hij deze kopie ook gemaakt. Ja, ja. En dat was een studie, maar al heel snel waren er mensen die klopten op zijn schouder en die zeiden zeg, kun jij die de heen maken voor mijn huis in Berlijn of in Parijs? Dus het was in die jaren, 20, heel hip om een kopie in je collectie, in je huis te hebben. Dus het was niet eens omdat ze het niet konden betalen per se, nee. Het origineel, maar gewoon omdat dat de mode was om een kopie te hebben. Die Vermeer die is in het Rijksmuseum geschilderd. Heeft hij echt naar de waarneming eigenlijk nageschilderd van gewoon het origineel? Gewoon met zijn ezeltje op zaal. Dat kunnen we ook zien aan de kaart waarop dat werd genoteerd en in het kopiëstregister in het Rijksmuseum. Oh, dat bestaat echt. Ja. En er moest ook een afwijking zijn. Dit schilderij is bijvoorbeeld breder dan het echte. Oh. Het mocht niet dezelfde. Anders kon je afwijking vervalsing maken. Precies. Ja. Dat schilderij, dat was toen een Rembrandt, nu geloof ik niet meer. Dat hangt in Berlijn en ik denk dat hij dat gewoon gekopieerd heeft van een reproductie. Naar een reproductie. Ja. Ja. En wat ik heb begrepen is dat jouw opa ook een kopie heeft gemaakt van een bos. Ja, je weet dat er in een bos geen bos overgebleven is. En het museum vroeg hem in 1927 om in Gent de kruisdraging naar het bos te kopiëren. Ook meteen een van de meest complexe schilderijen lijkt me om na te kunnen schilderen. Ja. En die waardering voor kopieën die houdt in 1945 op. Door? De grote vervalser Han van Meegeren. Ah, die Vermeer eigenlijk namaakte, vervalste. Precies. En deed alsof het een onontdekte Vermeer was. Ja. Ja, het zou ook best kunnen zijn dat er nu weer een periode komt waarin kopieën wel weer hip worden.